Ik ben Femke, ik ben 37 jaar en ik heb 5 jaar colitis ulcerosa. De diagnose is 5 jaar geleden gesteld nadat ik in de zomervakantie last begon te krijgen van mijn darmen. Ik heb daar zelf eerst nog een eindje mee rondgelopen, maar toen ik naar de huisarts ging, dan zei hij dat ik waarschijnlijk spastische darmen had. Maar dan ben ik eigenlijk alsmaar zieker geworden, ben ik ook heel hard beginnen overgeven en op die manier op het spoed beland. Het is een 3-tal maand denk ik dat er over gegaan is, nog niet toe, tegen dat ze de diagnose gesteld hebben. Om dan van daaruit te kijken van welke medicatie heb je nodig. Maar op vandaag is dat eigenlijk wel onder controle. Toch zeker in functie van mijn darmen op zich. Daar heb ik geen last van op dit moment. Ik merk wel dat ik heel veel last heb van de secundaire kenmerken. En dan is dat vooral grote vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn. En dat dat op dit moment ook hetgeen is dat nog zwaarst doorweegt van mijn ziek zijn. Het is heel hard zoeken omdat je dat niet zo goed uitgelegd krijgt aan mensen. Dat het lastig is of dat je moe bent of dat je pijn hebt, omdat dat gewoon niet tastbaar is. Na mijn eerste opstoot ben ik met de kine gestart. In het begin was dat in functie van terug mijn conditie opbouwen, spieropbouw, en was dat heel laagdrempelig om op die manier terug mijn spieren op te bouwen en terug te werken naar mijn gewone sport. Ik denk dat beweging of sporten heel belangrijk is om in eerste fase de vermoeidheid wat beter onder controle te krijgen. Dat je eigenlijk weer zegt dat je lichaam van het is oké om te bewegen en dat je daar energie gaat gaan uithalen in plaats van gaan uitputten. En dan eigenlijk ook de mentale factor van bewegen en je goed in je vel voelen is zeker niet te onderschatten. En dat is een puzzel dat je samen moet leggen. In het begin was dat bijvoorbeeld voor Femke heel moeilijk om maar 20 lengtes te zwemmen. Maar dan ben ik degene die eigenlijk die keuze voor haar bepaalt en afremt. Vooral in de bedoeling om dat weer te kunnen opbouwen. Wanneer je altijd over de grens gaat, ga je eigenlijk enkel maar achteruit in plaats van vooruit. In vergelijking met vroeger moet ik dus nu veel harder zoeken wat dat er wel en niet haalbaar is tijdens de week. Als ik ga gaan sporten, dat ik dan de dag erna niet ga sporten of dat ik dan niet met vriendinnen afspreek. En sport nu maakt ook dat ik mijn gedachten kan blijven verzetten, dan kan blijven tonen van het lukt wel om toch een normaal leven op te bouwen. En dat ik ook merk van door onder de mensen te zijn, door te sporten, dat ik ook daar wel weer een boost van krijg en weer vooruit kan. Dus ik ben blij dat dat niet helemaal weggevallen is, ook al moet ik daar dan wat grenzen in tolereren. Thank you.